Ik sloeg vanmorgen de regio-katern op van Noord-Hollands Dagblad. Ik zag een prachtige foto van u en daaronder de tekst van mevrouw Baltus gaat Heemskerk verlaten. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat, hè? Want het is tenslotte toch ook mijn eigen geboortedorp. Ja, daarom. En ik heb altijd gezegd dat ik het heel eervol vind en vond dat ik daar burgemeester mocht zijn en mag zijn, nog wel een paar maanden. Dus het is best een grote stap om dan uiteindelijk toch ergens anders te gaan solliciteren en ook ergens anders burgemeester te worden. Dus ik kan me dat gevoel wel een beetje voorstellen. Hoe is dat nou begonnen eigenlijk, dat burgemeesterschap? Was u klein en ik word later burgemeester van dit dorp? Nou, ik heb wel eens gezegd, het is eigenlijk een soort meisjesdroom, maar dat was het helemaal niet. Want ik ben hier opgegroeid in Heemskerkerduin. En dan is het toch gewoon een kwestie van handen uit de mouwen en niet te veel kletsen, maar gewoon aanpakken. En dan moet je niet al te veel komen met dromen over wat je allemaal wel niet kan worden en voor kan stellen. Dus gewoon met beide benen op de grond. En het burgemeesterschap, toen ik een klein meisje was, dat zat nog helemaal niet in mijn gedachten dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dat is echt pas veel later gekomen. Ja, want u heeft hier ook nog in de raad gezeten, hè? Ja. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk heel leuk. Ik was een jaar of 18 dat ik politiek actief werd. Eerst eigenlijk bij de jongerenafdeling van het CDA. Daar ben ik lid van. En uiteindelijk was ik zo ongeveer 30. Dus er zit een heel verhaal tussen, hoor. Maar 30. En toen kwam ik ook in de gemeenteraad. Ja, dan is het mooi om ook mee te kunnen beslissen, mee te kunnen denken, mee te praten over je eigen leefomgeving. Dus ja, daar heb ik wel echt van genoten. Het was maar één periode. Want ik had het geluk dat ik daarna al wethouder mocht worden. Ja, en daarna, hoe lang heeft u dat gedaan, wethouder zijn? Ja, één hele periode. En toen in de tweede periode ongeveer een jaar. Dus in totaal 5 jaar. En toen werd ik burgemeester van de buurgemeente vanuit Geest. Ja, en wat was nou de reden waarom u dacht van, ik wil graag burgemeester worden? Ja, toen kwam het wel, hè. Toen kwam het natuurlijk wel. Dus ik was wethouder en dat ging eigenlijk best wel goed. Ik vond mezelf niet zo'n hele goed raadslid. Maar toen ik wethouder werd, dacht ik, ja, dat ligt echt veel dichter bij mij. Echt het besturen, het beslissingen nemen, daar verantwoording voor dragen. En toen groeide ook dat gevoel, ook een beetje ingegeven door wat mensen om me heen, van heb je er wel eens over gedacht dat burgemeester misschien ook niet wat voor jou is? Toen dacht ik, nou, dat weet ik niet. Maar als ik nou het geluk heb dat uit Geest vrijkomt, dan zou ik het best wel durven te proberen. En waarom jou staat Geest? Ja. Ik zeg wel eens zo, vroeger gingen we altijd uit. Als je in Heemskerk wordt, ging je uit en uit Geest. Dus dan zeg ik, toen ik burgemeester werd, zei ik, vroeger maakte ik uit Geest onveilig en nu maak ik het veilig. Het is ook een bepaald dorpsgevoel wat ik ook nog had vanuit Heemskerkerduin. Het is een hele mooie gemeente en kleinschalig ook om te kunnen starten en te kunnen groeien en je te kunnen ontwikkelen als burgemeester. Die kans heb ik ook volop gekregen in uit Geest. Dus ja, dat was een unieke kans en ook ontzettend fijn dat ze me dat gegund hebben. Want ik was behoorlijk jong, ik was nog geen 40. Ja. Maar Heemskerk bleef wel een beetje kriebelen. Jawel. Dat was ook wel zo. En toen zat burgemeester Nawijn zat hier. En die ging uiteindelijk weg naar Hollands Kroon. En toen zat ik, het was wel een lastige tijd. Want ik zat net in mijn herbenoeming in Uitgeest. En dan geef je ook aan van we gaan die nieuwe periode in. En vrij snel al daarna. Kwam Heemskerk vrij. Toen dacht ik, ja, maar die kans laat ik toch niet lopen. Ik ga ervoor. En was dat nou niet een kriebelig gevoel om te zeggen van, ik ga burgemeester worden van Heemskerk. Maar een hele hoop mensen kennen me daar. Hoe zou dat gaan? Ja, dat was wel spannend. Ja, want precies dat. Aan de ene kant, alle familie woont er. Mijn ouders, nou op dit moment alleen nog mijn vader, want mijn moeder is overleden. Ik heb 2 zusjes, wonen ook allebei in Heemskerk. Ja, en verder ook neven, nichten, nou, van alles en nog wat. Ik ken heel veel mensen. En dan denk je, kan je voldoende afstand bewaren om toch die burgemeester te kunnen zijn? Maar ook weer niet dat ze denken, ja, ze is niet burgemeester. Nu is ze zo arrogant. Ik herken haar niet meer terug. Het is niet meer de Mieke van vroeger. Dus ergens moet je allebei dat gevoel moet je toch vast kunnen houden. Dus dat was wel even een sprong in de diepe. En ik moet zeggen, kan ik nu met een gerust hart zeggen, nadat ik bijna 8 jaar hier zit, dat goed gelukt is. En kijk, vroeger, als ik naar de harddraverij ging, dan nam ik wel eens een biertje extra. Dus dat doe ik nu niet. Ik hou het bij eentje. Dus er zijn wel dingen waar je rekening mee houdt als je burgemeester wordt. Maar ook als je 1 biertje drinkt, kun je het ongelooflijk gezellig hebben, kan ik vertellen.
Ja, en heeft u het idee dat de burgers van Heemskerk dat ook vinden, dat u zich als u zelf heeft gepresenteerd? Ik heb daar nooit commentaar op gekregen, maar dus dat is eigenlijk de reden waardoor ik denk, volgens mij vinden ze dat wel zo. Vinden ze me niet afstandelijk geworden. Ja. En waar ik dat wel een beetje ben, hè, misschien, snappen ze dat ook. Ze snappen dat ook wel, dat je toch anders bent op de kermis dan vroeger. Dat begrijpen ze wel. Ja. Toch wel? Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat heel mooi. De Heemskerkers die zijn er ook wel een beetje trots op, dat er iemand uit hun midden zelf burgemeester is geweest al die tijd. Ja, en wat is u nou het meeste bijgebleven van die periode, in de van die achterliggende 8 jaar? Ik heb het gisteren eigenlijk ook tegen de gemeenteraad gezegd, hè, toen ik ze confronteerde met het feit dat ik ging. En toen heb ik ze bedankt en ook eigenlijk gezegd, dat doe ik tegen jullie, maar dat doe ik eigenlijk ook tegen alle inwoners en ondernemers en iedereen die bij Heemskerk hoort. Bedankt voor de ruimte die ik heb gekregen en het vertrouwen waardoor ik hier verder heb kunnen groeien en kunnen ontwikkelen als burgemeester. En me daar ook altijd op een hele mooie manier de dingen heb kunnen doen die nodig waren, zonder dat ik het gevoel had dat ik de hele tijd op de hielen werd gezeten. Dus ik kreeg ook ruimte en vertrouwen. Dus ja, dat vind ik zelf het mooiste. Dus als ik u goed begrijp, neemt u met een goed gevoel afscheid van Heemskerk? Ja, zeker. Ja. Ik laat het met een gerust hart achter in de wetenschap dat het allemaal sowieso met Heemskerk goed komt. Ja, en dan de volgende stap. Ja. Hoe kan zo'n dorpsmeisje nu overstappen naar Lelystad? Ja, het zit ook in de naam, hè, stad. Dus dat is dan ook een echte stad. En toch zie je ook met de ruimte die er is en ook de agrarische ondernemers die ook in Lelystad actief zijn, dat ik me daar op die manier met mijn agrarische achtergrond ook wel heel erg thuis voel. Ja, wat vind ik er echt leuk aan en een uitdaging aan? Ja, het is de enorme hoeveelheid ruimte die er is, de mogelijkheden die er zijn. Het is de stad van de kansen. Waar we hier echt met moeite in Heemskerk moeten zoeken. Want er is behoefte aan woningen. Van waar kunnen we nog woningen bouwen? En allemaal binnenstedelijk en dan kleine plannetjes. Ja, heeft Lelystad plannen voor de komende jaren om 40.000 woningen te gaan bouwen. Dus daar zit een enorm grote woningbouwopgave. Er is natuurlijk een prachtig mooi nieuw vliegveld aangelegd. Dat ligt klaar om geopend te worden. Dat geeft ook economisch een enorme boost. En het is natuurlijk de stad van de nieuwe natuur. De Oostvaardersplassen, ja. Het water, het Markermeer. En ik denk dat heel veel Heemskerkers, als ze naar Lelystad gaan, gaan ze om te gaan shoppen bij Bataviastad. Dat moet ik ook natuurlijk realistisch in zijn. Dus ja, dat is wel een prachtige stad met echte pioniersgeest. Bestaat natuurlijk nog maar ruim 50 jaar. Ja, wat voor mij ook alle kansen biedt. Gaat u ook verhuizen eigenlijk? Jazeker. Ja. Ja. Heeft u wel een woning? Nee. Ik heb gisteravond gehoord dat ik er naartoe ga. Ik heb wel de afgelopen weken zitten kijken op Funda. Er is genoeg aanbod. Ook daar zie je dat de druk op de woningmarkt groot is. Maar is toch iets minder groot dan hier. Dus in die zin denk ik dat dat gaat lukken. Komt u nog wel eens terug in Heemskerk? Wel zeker, want al mijn familie woont hier. Dus ik zal alleen daarom al hier terugkomen. En ook wel met een beetje weemoed, moet ik zeggen. Ja, ik heb hier wel 8 fantastische jaren burgemeester mogen zijn. Mevrouw Baltus, we zullen denk ik met weemoed in het hart afscheid nemen van u als burgemeester. Maar ja, ik denk dat ik namens iedereen spreek dat we u van harte veel succes toewensen in Lelystad. Ook al is het een stad en geen dorp. Ja, hè? Want dat zeggen we hier altijd. Wij zijn toch echt een dorp in Heemskerk. Ja. Maar nu ga ik toch ook echt naar de grote stad. Ja, dank. Nou, veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Mieke Baltus gaat ons verlaten. Zij gaat naar Lelystad. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het voor Mieke Baltus vind ik het een fantastische uitdaging die ze aangaat in Lelystad. Wij hoorden het gisteravond tijdens de raadsvergadering. En ik ben op zich heel blij voor haar. Ik vind het jammer voor Heemskerk, want ze is toch geboren en getogen in Heemskerk. Dus dan heb je toch een speciale band met de gemeente. Maar de uitdaging die ze nu aangaat, ik vind het fantastisch. Hoe lang heeft u haar mee mogen maken als burgemeester? In de vorige eeuw hebben we samen in de raad gezeten.
En toen ik in juni 2018 wethouder werd, is de samenwerking eigenlijk hernieuwd. Maar nu met Mieke als burgemeester. En was dat een plezierige samenwerking? Ja. Ja, we hebben heel prettig kunnen samenwerken en we verstaan elkaar goed. We kunnen elkaar ook vinden als het nodig is. En ja, ik heb het gewoon als een hele prettige en fijne collega ervaren. Hoe vindt u dat? Ja, heel dubbel. Maar laten we eerst natuurlijk vertellen. En laten we daar eerst de nadruk op leggen. Dat we er ontzettend feliciteren met het feit dat ze naar zo'n prachtige gemeente gaat. Het is een gemeente met veel ambitie. Dus ik denk dat ze daar veel kan betekenen. Maar wat ik je zeg, het is wel een dubbel gevoel. Het is wel wennen straks binnen het college. We raakten er net een beetje aan gewend dat mevrouw Van Dijk ons natuurlijk verliet. Nou, de rust was net weer een beetje teruggekeerd. En dat was toch gewoon een beetje een donderslag bij heldere hemel. Ja, en hoe was de samenwerking met mevrouw Baltus op het persoonlijk vlak? Ja, prima. En ik zeg, het is dubbel, we gaan er missen. En ja, de manier van samenwerken, die was altijd perfect. Dus dat zullen we zeker missen.